Het is deze week de week van de Stenen Winkel. Een initiatief om mensen meer naar de fysieke winkels te trekken in plaats van online. Want, zo stelt de organisatie, de fysieke winkels hebben het in de afgelopen jaren zwaar gehad. Volgens Roger Vloed, die makelaar is, lijkt het probleem mee te vallen. Klaar voor de verhuur. Klaar voor de verhuur. Nou, in Maastricht staat er eigenlijk niet overdreven veel leeg. Ja, we hebben leegstand, dat zal een kleine 8% zijn. Wij monitoren en vergelijken regelmatig wat het aanbod is voor onze klanten, voor onszelf, om te weten wat er speelt. En als je het dan vergelijkt met wat we 2 jaar geleden hadden aan aanbod, dan is het eigenlijk redelijk hetzelfde gebleven. Toch heeft Maastricht wel een speciale functie met die 8% leegstand. In omringende steden ligt het percentage namelijk hoger. Heerlen zit op 25%, Sittard volgens mij op 17%, 18%, Geleen op 30%. Dus ja, in die zin vormt Maastricht wel de positieve uitzondering. De afgelopen jaren heeft het coronavirus veel veranderd voor ondernemers. Dat mensen die eigenlijk niet meer mee konden gaan in deze tijd met sociale media, ja, tot die door de coronacrisis zijn moeten stoppen. En dat geeft voor andere ondernemers wel weer de kans om te beginnen. Alleen daar is inderdaad de uitdaging. Vroeger kwam de klant puur voor het product naar de winkel. En tegenwoordig kan je het product inderdaad op veel meer plaatsen kopen, hè, online. En dus moet je je inderdaad onderscheiden. En onderscheiden in je assortiment, in je product, maar ook op sociale media. En ja, dat vraagt ook wel weer aandacht, want je kunt je tijd, je 24 uur, maar over een aantal zaken verdelen. Dus in die zin moet je wel slim zijn als ondernemer. Toch is het volgens Roger wel nog mogelijk om zonder grote organisatie achter je in winkel te beginnen. Het zit in de mensen zelf, de ondernemer, en zorgen dat je gewoon je cijfers goed op elkaar en je plan goed gemotiveerd hebt. Daar beginnen we ook mee als we verhuren, om te vragen hoe is je bedrijfsplan. Dan weten we wat iemand van plan is en wat hij wel en niet kan.